Handjes schudden. Meneer, meneer, kijk voor vrouw van wie je bent. Ja, de show wordt gestolen door de kerstman. Hallo. Kerstman, hartelijk welkom op de ijsbaan, dames en heren. Leuk dat u er bent. Ik sluit me graag aan bij de woorden van Hans om al die mensen die dit elk jaar weer mogelijk maken te bedanken daarvoor. Het is ook elk jaar weer een feest om te zien als ik dan hier naar het stadhuis loop. Wat voor gelikte logistiek het inmiddels is hoe dit hier wordt opgebouwd. Dat gaat echt, je kunt de ervaring eruit zien hoe elk jaar op het juiste moment de juiste vrachtwagen voor kan rijden met de spullen. En het ziet er prachtig uit. Het gaat goed met onze stad. Als we hier gaan rondlopen, dan zien we alleen maar mooiere dingen. De Hudson Bay die open is. De Haarlemmerstraat die bijna klaar is. Het winkelrondje wat af is. Hier gaat alles op groene stroom. LED-lichten, ecoglazen. In deze stad gebeurt van alles. Maar de hoogtepunt vind ik toch altijd deze week. Hè. Als we de kerstmarkt hebben en hier de ijsbaan, dan is het gezellig en bruisend in het stadshart. Ik vind het een fantastisch feest dat ik de komende weken hier weer voor de deur mag zien. Ik bedank nogmaals al die vrijwilligers van jou, Hans. En wens ons allen heel veel plezier met de ijsbaan en straks de kerstmarkt. Het hoort als een kerstplein, tevens ook Joris Kerstboom, waarin mensen foto's van dierbaren in de boom kunnen hangen. En op 23 december zal Joris Linssen van het KRO-NCRV-programma Joris Kerstboom daar zijn opnames komen maken. Dames en heren, lees alles nog eens rustig na. Dan laten we er fantastische winterwonderweken van maken. En hierbij de ijsbaan. En het vervolg van de winterwonderweken is hierbij officieel geopend. En dan heet ik nu van harte welkom de schaatsballerina's, waarmee we weer van een hele mooie show gaan genieten. Ik zeg tegen jullie al, geniet van de glühwein, geniet van de lekkere borrel, geniet van elkaar. En laten we er een heel fijne avond van maken. Dankjewel. Als de winterwonderweken zijn begonnen, maar winter klopt wel aardig, hè? Ja, de winterwonderweken waren natuurlijk al begonnen met de intocht van Sinterklaas, maar nu begint het pas echt, Chris. Het is fantastisch om dit nu mee te maken. Het is een beetje erg koud, maar... Ja, let it snow, let it snow, let it snow! En die zullen we dan ook krijgen, ook. Dus echt inmiddels weer, dus ja, wat wil je nog meer? Ja, mensen moeten echt even komen kijken, want het ziet er echt heel anders uit nu, hè? Ja, het is ook een uitbreiding waarin we ook van de weekenden een familieprogrammering hebben. Dat mensen van 9 tot 11 de kinderen lekker gesminkt kunnen worden. En samen met een superheld, Olaf uit Frozen, de baan op kunnen. Het ziet er een stuk groter uit. En nogmaals, kijk maar eens naar je omgeving. We zitten gewoon in een prachtige sprookje hier in het hart van Leiden. De kerstboom die staat er nu. Maar de Joris, hoogklasse kerstplein op de hoogklasse kerkplein, die gaat volgende week vrijdag ook van start. Samen met de lancering van de kerstmarkt. Die natuurlijk hier ook op de Nieuwe Rijn zal gaan plaatsvinden. De ijsbaan is alleen maar groter. De kerstmarkt is ja, ook groter. Maar ja, dan heb je dus ook meer plek voor allerlei dingen. Ja, is in ieder geval, kijk naar de bezoekers. Vorig jaar was het een beetje vol. We willen gewoon beleving garanderen. En die beleving die garanderen we door een 35% grotere kerstmarkt. Die komt dit jaar tot aan het gangetje zal doorlopen. Betere inkijk vanaf de zijkanten. Zodat de omgeving hier beter bij betrokken wordt. En ook daar zal zeker de kerstman die we hier vanavond al gezien hebben, zal daar ook rondlopen. Kerstman. Ja, we gaan er zeker voor. Het is weer één groot feest. Ik ben dol op kerst. Ik vind het zo leuk om hier weer te zijn in Leiden. Hoogtepunt van het jaar? De piek, zo gezegd. Ja, het is echt een feestje. We staan hier wel in het mooist versierde deel van de ijsbaan, hè? Disco-deel of zo. De disco-lampjes zijn hier. Ja, hier gaat gedanst worden. Het wordt één groot feest. We zijn nu geopend, maar er komt ook nog een kerstmarkt en het wordt een dolle boel hier. Heeft u nog een mooie boodschap voor onze kijkers, kerstman? Ja, zal ik me tot de kijkers richten dan? Zeker. Ja, luister. Kerstfeest is natuurlijk lekker eten, genieten van elkaar, lekker dicht bij elkaar kruipen, heb het goed met elkaar. Kerst is liefde. En geluk is bij elkaar zijn. Allemaal een prettige kerst.